Zijn de Abraham-akkoorden het begin van vrede tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hebben een pact weten te sluiten. Daarover praat ik straks door met theoloog Jaap Bunker. Maar eerst dit. Het CDA wil dat betaalde seks strafbaar wordt. Daarover werd vandaag gedebatteerd. Aan de telefoon Eva Wielinga van Stichting De Haven. Deze stichting zet zich in voor vrouwen in de seksindustrie. Goedenavond, mevrouw Wielinga. Waar komt dit voorstel van het CDA vandaan? Het voorstel gaat eigenlijk over het verschil in gelijkheid tussen de vrouw die seks verkoopt en de man die eigenlijk daar heel duidelijk boven staat. Mm-hmm. Wie betaalt, bepaalt, wordt er wel eens gezegd. En het idee is nou juist, als je nou de man strafbaar stelt, dan gaat zijn positie naar beneden. En je stelt de vrouw in staat om hulp te krijgen. En daarmee geef je haar een veel betere positie. Ja. En tegelijkertijd, ja, nou, maar, ja. Ja, nu is het opmerkelijke dat Anne Kuik van het CDA, Kamerlid van het CDA, heeft benadrukt dat het christelijke aspect geen rol speelt bij dit voorstel van het CDA. Waarom benadrukken ze dat zo? Ja, ik denk omdat er heel snel geframed wordt. Oh ja, dat zit in de moraliteitspolitiek. Mm-hmm. Komt er heel snel een christelijk sausje overheen. Terwijl het heeft eigenlijk gewoon met fatsoen te maken. Hoe gaan we om met het verschil tussen man en vrouw? En vinden we het normaal in Nederland dat er vrouwen uit kansarme landen hier zo'n hele lage positie krijgen als ze werken in de seksindustrie? Ja, nu werkt u zelf ook met vrouwen in de prostitutie of die daar willen uitstappen. Bent u bang dat als dit voorstel van het CDA wordt aangenomen, dat prostitutie zich dan gaat verplaatsen naar de illegaliteit? Nou, vooropgesteld, er is al heel erg veel illegaliteit. Dat zien wij nu gewoon in ons werk. Heel veel vrouwen die we begeleiden die in het legale circuit werken, werken daarnaast in het illegale circuit. Mm. En ik denk eigenlijk dat we nog maar het topje van de ijsberg zien. Mm. Dus er is al heel veel illegaliteit. Ik denk zeker dat een deel van de vrouwen die nu werkt en er zelf voor kiest, echt er zelf voor kiest, dat die misschien illegaal wil doorwerken. Ja, dus het zal altijd, er zal wel een stuk in de illegaliteit blijven komen. Ja. Maar toen u hoorde van het voorstel van het CDA, wat was uw reactie daarop? Bent u blij met het voorstel? Ja, de eerste reactie is wel heel positief. Het is namelijk een erkenning voor het feit dat het huidige systeem vanuit 2000, dat het eigenlijk helemaal niet zo'n goed systeem is. Dit systeem werkt niet. En je proeft het eigenlijk in de Tweede Kamer bij verschillende fracties, bij bijna alle fracties. Zullen we hier eens serieus naar kijken waarom dit niet werkt? Dat er zoveel uitbuiting is. Ja. Dat er gigantisch veel mensenhandel is. Dat sinds 2000 echt busladingen vol met kansarme vrouwen deze kant op zijn gekomen. Ja. Die heel vaak worden uitgebuit. Ja, hoe wordt het voorstel van het CDA ontvangen in de Tweede Kamer door andere partijen? Ja, heel wisselend. Het voorstel van het CDA is nu, stel het strafbaar. Volgens mij is dat nog even niet aan de orde. Volgens mij is nu eerst de eerste stap van, zullen we serieus naar het systeem kijken? En er ligt nog een tweede wet die misschien nog wel veel belangrijker is. En dat is de wet regulering sekswerk. Die geef ik zelf op korte termijn ook een iets grotere kans om wel door de beide kamers te komen. Maar ja. Dat kan ik begrijpen, maar aan de andere kant, de realiteit is dat hier al jaren over wordt gesproken en dat er wordt gezegd uitbuiting van deze vrouwen mag niet. Maar toch lijkt er zo weinig te gebeuren. Deelt u die mening als persoon die daar werkt? Dat er weinig lijkt te gebeuren. Nou, ik denk dat er echt de afgelopen 20 jaar heel erg veel initiatieven zijn geweest. Dat iedereen zijn best doet. Maar dat we tegelijkertijd onze ogen blijven sluiten. Dus dat we in een legaal systeem heel erg veel uitbuiting en mensenhandel hebben. En dat we dat soms ook niet eens willen zien. Ja, ja. Omdat dus dat niet zo sympathiek is. Dus dit is eigenlijk een stap in de goede richting, zegt u. Ja, ja. Mooi. Dank voor uw toelichting, mevrouw Wielinga van Stichting De Haven. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hebben een paar weken geleden een verdrag gesloten. De zogenoemde Abraham-akkoorden. Afgelopen week waren de eerste contouren van het akkoord al zichtbaar. En daarover praat ik verder met theoloog Jaap Bunker. Meneer Bunker, welkom. De Abraham-akkoorden. We hebben het al een beetje horen rondzoomen de afgelopen weken. Kunt u mij vertellen wat de Abraham-akkoorden precies betekenen? Nou, wat het betekent is, bovenal dat het heel opmerkelijk is dat er een
een verdrag is tussen Israël en een aantal Arabische landen. Heel opmerkelijk, zegt u. Hoe opmerkelijk is zoiets? Nou, dat was pakweg 20, 15 jaar geleden niet denkbaar. Nee. En dat de hele wereld verschuift daar. Mm-hmm. En dat heeft verstrekkende gevolgen, denk ik. Ik bedoel, als er gesproken wordt over vrij verkeer tussen de landen. En dat er ambassades en diplomatieke betrekkingen komen over en weer. Ja, dat was voorheen... Ondenkbaar. Ondenkbaar. Ja. Nu komt u zelf ook regelmatig in die regio, in het Midden-Oosten. Toen u zelf het nieuws hoorde, er is een pact tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Was u verbaasd of had u het al een beetje zien aankomen? Nee, was een donderslag bij heldere hemel. Ja, ja. Zoals het heette. En het is wel heel opmerkelijk. Kijk, als je het bijbels gaat bezien, er komt een tijd dat er een vrede zou komen. Maar dat het zomaar uit de lucht kon vallen. Dat had u niet verwacht. We gaan zo meteen door, ook op dat bijbelse aspect. Maar even heel praktisch. Er zijn akkoorden gesloten tussen twee landen. Wat is er precies afgesproken met de twee, behalve die diplomatieke betrekkingen? Nou, toerisme. Mm-hmm. Vrije handelsverkeer. Ja. Dat soort zaken allemaal. Aan de andere kant is het dat Israël moet stoppen met... Of voorlopig, tussen aanhalingstekens, voorlopig moet stoppen met de annexatie van de westelijke Jordaan. Ja, want er was natuurlijk eerder sprake van deze zomer dat Israël delen van de westelijke Jordaanoever zou annexeren. Maar dat gaat dus nu even niet door. Nee. Dankzij deze even deal. Nee. Ja. Maar hoe gaat zoiets dan verder? Want er wordt gezegd dat wordt eventjes uitgesteld. Maar hoe lang is dat bekend? Ja, dat is de grote vraag. Natuurlijk. Dat weet niemand. En ik weet, zover ik dat allemaal weet, dat er wel degelijk het idee is om die westelijke Jordanië over bepaalde delen te annexeren en uit te breiden. Maar ja, dat is een onderdeel van het verdrag geworden, dus dan moeten ze het daaraan houden. Die naam, de Abraham-akkoorden, is natuurlijk ook niet zomaar gekozen. Kunt u dat uitleggen, wat daar de betekenis van is? De kern van alles is dat de islam en de Abrahamitische geloven daar vertegenwoordigd zijn. En daar is dat verdrag op gebaseerd. Dus dat eigenlijk de Arabische landen, dat die afstammen van de zonen van Abraham en ook de... Ibrahim is natuurlijk, Abraham is in de islam natuurlijk de grote man. Ja. Nou ja, dat is in het christendom is dat zo, maar in het Joodse denken ook precies hetzelfde. Ja, ja. Nu is er in Israël en daarbuiten ook gereageerd op deze akkoorden, deze Abraham-akkoorden. De Palestijnse autoriteit die stond niet bepaald te juichen toen ze dit nieuws hoorden. Een dolk in de rug. Waarom? Zei Abbas. Ja, ze zien eigenlijk hun, noem het maar, bondgenoten, waarvan ze dachten dat het bondgenoten waren. Ja. Die kiezen een andere koers. Nou ja, dat is natuurlijk voor hun is die steun valt weg. Vindt u het terecht de kritiek van de Palestijnse autoriteit? Is het inderdaad een dolk in de rug van de Palestijnen? Als je vanuit hun gedachten denkt, kan ik me wel voorstellen dat ze daar niet blij mee zijn. Ja, nu is Gaza ook de afgelopen weken onrustig geworden. Er lijkt nu een voorzichtig staakt het vuren te zijn. Zijn de raketbeschietingen en de ballonnen vanuit Gaza, zijn die ook een reactie op dit vredesverdrag? Het speelt een rol, maar ik bedoel... Die onrust tussen Gaza en Israël zelf, dat is het de loop der jaren. Het gaat met pieken en dalen. Het is niet nieuw natuurlijk. Nee, het is geschiedenis. Ja. Wat is de rol van Amerika geweest bij deze vredesovereenkomst? Ja, de onderhandeling. En die heeft daar, zover ik dat kan zien, ook nog, die haalt er ook profijt uit natuurlijk. Door een soort vriend te worden van de Arabische Emiraten in dit geval. Ja. Nou ja, en er was al een beetje band en dat was al eerder met Saoedi-Arabië. Dus de grote pluk op het Arabisch Schiereiland, die kiest opeens een heel andere route. Ja, en nu hebben we enkele dagen geleden gezien dat het eerste vliegtuig vanuit Tel Aviv naar Saoedi-Arabië of naar de Verenigde Arabische Emiraten is gevlogen over het Arabisch Schiereiland. Dat is ongekend. Dat is ongekend, ja. Ja, maar hoe gaat dat nu verder? Is dat meer een symbolisch iets of is het echt een eerste stap naar de vrede? Dat is altijd lastig te vertellen. Ik ben niet zo'n, in die zin, een toekomstdenker en plaatjes invullen en zeggen van, het is een begin. Ja. En hoe dat verder zich gaat uitpakken, dat moet je allemaal maar afwachten. Misschien over een jaar spreken we op een heel andere manier. Ja, nou deze akkoorden die heten toevallig of niet toevallig de Abraham-akkoorden. Dat gaat dus terug naar de Bijbel. Ja. Zou je eigenlijk bepaalde elementen uit dit vredesovereenkomst
Kan je die naast de Bijbel zo leggen? De ontwikkelingen wel, mm-hmm. want de eeuwige is in Abraham en met Abraham een verbond heeft hij aangegaan. Mm-hmm. En gezegd, in u zullen alle families van de aardbodem gezegend worden. Nou, en in dat kinderloze huwelijk op dat moment is uiteindelijk Ismaël geboren als mm-hmm. eerste in het huis. Ja. Nou, die Ismaël, dat is een aparteling. Dat is een, daar denken wij in de christelijke wereld niet zo vaak over na. Maar die speelt wel degelijk een rol. En die is uiteindelijk naar het oosten gegaan, richting Arabisch Schiereiland. Ja. Zijn zonen, laat ik het zo zeggen. Ja, en toen kwam op een gegeven moment Isaac. En daar Ging het eeuwig verbond mee daar verder. Ging het eeuwig verbond. Maar wat voor verbond is er dan gesloten met Ismaël? En hoe is die verhouding Ismaël en Isaac? God heeft tot 4 keer toe gezegd dat hij Ismaël zal zegenen. Mm. En dat, dat hij in het huis van Abraham hoort. In die zin dat ze moeten hun plek innemen. Hij moet zijn plek innemen. Ja. Nou, dat is in de loop der eeuwen is dat die plek hebben ze eigenlijk zichzelf toegeëigend. Ja. Daaruit is geboren de islam. Mm. Dus te zeggen, we zijn de unieke religie met God. Ja, en dat staat allemaal buiten het verbond van God met Abraham en Isaac en Jacob gesloten heeft. Maar het is wel bijzonder natuurlijk dat de nakomelingen van Ismaël, de islam, en de nakomelingen van Isaac, het is eigenlijk een soort broedervolken. Maar de relatie is door de eeuwen heen natuurlijk niet heel erg goed geweest. Maar zijn er ook profetieën in de Bijbel of bijbelteksten over dat herstel van die relatie? Veel meer als wij denken. Ja, kunt u eentje noemen? Het eerste is, uit Ismaël zijn 12 stammen geboren. Ja. Nou, dat is heel opmerkelijk. Als je dat neerzet met uit Jacob vandaan, dat zijn ook 12 stammen. Ja. Dus het is een 12-12. Nou, zien we die 12 stammen ook terug bij Ismaël? Voor een deel is dat nu nog terug te zien. Er zijn van de 12 stammen, hebben ze er 6 of 7 getraceerd. Mm. Maar hij is op dat Arabisch Schiereiland gaan wonen. Daar is hij tegenover zijn broeders, zo staat het ook geschreven. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk, dat is het beeld van de afgelopen eeuwen geweest. Vanaf de ontwikkeling van de islam tot aan nu. En het is wel heel opmerkelijk inderdaad, als je dan die profetieën en die kennis zeg maar, van de Bijbelse tijd legt naast de realiteit van vandaag. Zou je dan kunnen zeggen van dat wij nu echt in de tijd leven dat deze profetieën worden vervuld? Ik zelf zeg, het is het begin van alles. Mm-hmm. Ja. En het is heel opmerkelijk dat er op het Arabisch Schiereiland 12 staten zijn. Ja. Er zijn 5 sultanaten, koninkrijken. Mm-hmm. En daarnaast heb je 7 emiraten. Mm-hmm. Nou, dat kom je op 12 uit. Dat heb ik vroeger op school geleerd, dus dat werkte zo. Ja. Maar en dat is al heel opmerkelijk. En dat van die Saoedi-Arabië en die 7, dus dat zijn 8 van mm-hmm. de 12, die hebben op een gegeven moment nu gezegd van ja, we gaan diplomatieke betrekkingen aan met Israël. Ja. Wat voor andere veranderingen ziet u ook in het Midden-Oosten? Bijvoorbeeld als het gaat over geloof, over christenen in die regio? Ik ben 16 jaar verbonden geweest aan de Arabische Wereldzending. Daarom kom ik ook veel in de Arabische wereld. Ja. En ik begon in 2000 en toen had je 11 september 2001... En dat weet iedereen nog wat er toen gebeurde. Van, ja, dat was de Twin Towers. De aanslag van de Twin Towers. Ja. En vanaf die tijd zijn er heel veel miljoenen moslims tot geloof gekomen in Jezus. Ja. En dat is heel opmerkelijk geweest. Dat lees je niet in de krant, dat staat niet, komt niet op het journaal. Maar het is wel gebeurd. Die hele hoos hebben we meegemaakt binnen die Arabische Wereldzending. Ja, hoe verklaart u dat in het licht van de Bijbel? Dat verklaar ik. Kijk, er zijn heel veel mensen die hebben het geloof in de islam verloren. Mm-hmm. Ja. Ze dachten dat het een vredelievende religie was. Mm. En ze zagen opeens een hele andere kant. En ja. Die zeiden van, we gaan op zoek. Ja, tot slot, we gaan bijna afronden. Maar de Abraham-akkoorden, heeft u vertrouwen dat dat inderdaad gaat blijven? Dat die vrede steeds een stapje verder gaat? Ik vermoed het wel. Ja? Ja, ik vermoed het wel. En dat heeft helemaal te maken met, houdt iedereen zich aan die akkoorden? Ja, we gaan het met belangstelling volgen. Theoloog Jaak Bunker, bedankt voor uw toelichting. U thuis ook, bedankt voor het kijken. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Ik wens u een hele fijne avond. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.